De vier formerende partijen zijn tot een akkoord gekomen. Er komt een kabinet met Wilders. Daar zijn heel veel mensen blij mee. Maar er zijn ook heel veel mensen totaal niet blij mee. Bij de AfroTros en de NPO vloeien de linkse traantjes inmiddels al rijkelijk. Letterlijk. Ik weet niet van jullie, maar ik vind dit echt geweldig om te zien. Deze linkse en links-liberale mensen hebben onze maatschappij jarenlang in een ijzeren greep gehad. En dat is nu voorbij. Je schiet vol, zie je? Ja. Ben je heel? Mensen zijn het zat. Accepteer dat. En wat ben je voor een man als je op tv in tranen uitbarst omdat een kabinet je niet zint? Zie je het al voor je dat ik in tranen uitbarst omdat Timmermans premier wordt? Nee, natuurlijk niet. Mannen doen dat niet. Mannen verzetten zich met alle democratische en verbale middelen die ze hebben, maar ze gaan niet lopen janken. En dat is een dieper probleem. Linkse mannen zijn vaak labiel, totaal niet stoïcijns en hebben hun emoties totaal niet onder controle. In ieder geval, de eerste linkse tranen vloeien. En ik ben benieuwd of we hier de komende dagen nog veel van kunnen genieten.